De Suriname Public Health Associatie, SPHA, maakt zich zorgen over de lage scores van Suriname op volksgezondheidsfuncties, zoals vermeld in het evaluatierapport van 2023 van het ministerie van Volksgezondheid en PAHO-WHO. Dat was dan ook de reden voor de SPHA om gisteravond een paneldiscussie te organiseren in de kapel van het Diaconessenhuis met het thema Public Health in kritieke staat. Voorzitter Rachel Eersel benadrukte dat volksgezondheidsfuncties essentieel zijn voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Deze functies omvatten het monitoren van besmettelijke ziekten, uitvoeren van gezondheidsprogramma's, vroegtijdige diagnose van niet-overdraagbare ziekten, zorgorganisatie en financiering, voorlichting en samenwerking voor een gezonde samenleving. Zonder deze public health functies en programma's komt de medische zorg nog meer onder druk te staan om met de schaarse middelen zorg te verlenen aan de steeds ziekere bevolking en dreigt de instorting van het gehele zorgsysteem met desastreuze gevolgen die doorwerken op alle facetten van de samenleving. De laatst gehouden meting van deze essential public health functies in Suriname gaf aan dat deze functies slecht scoren. En wij als bestuur en de leden van de Surinaamse Public Health Association zijn bezorgd over de kritieke staat van de public health. En tijdens de interne workshop die we met de leden hebben gehouden, hebben ze gezegd dat wij als association, dat we het belang van public health, de bewustwording van public health, moet vergroot worden. Het is onvoldoende bekend onder het publiek. Het belang ervan moet merkbaar zijn. De paneldiscussie belichtte het belang van public health en behandelde ook de huidige kritieke stand van zaken. Experts uit verschillende sectoren hebben deelgenomen om gezamenlijke actiepunten te identificeren. Maartelise Eersel, public health arts, benadrukte dat public health gericht is op preventie en dat maatregelen op dit gebied gezien moeten worden als een investering. Misschien moet ik in economische termen praten. Investeringsfonds in healthy human capital. Waaruit je kan putten op midden of langere termijn aan gezonde arbeidskrachten, gezonde mensen. Public health werkt dus vaak niet direct, maar op termijn. En er zijn heel veel public health successen in Suriname geweest. En de clue is om die successen ook te behouden. Hoe behouden wij, toch, waarin wij hebben geïnvesteerd? Door onderhoud. Alleen door onderhoud kan je ervoor zorgen dat de healthy human capital alleen maar gaat groeien. Want er komen ook nieuwe uitdagingen bij, zoals global warming, de hele communicatie issue die rond COVID is ontstaan, die misinformation epidemic moet ik zeggen, no? Die er is. Iedereen weet wel, ik hoor net dat er een epidemic is van Helicobacter, weet ik veel. Dus, maar dat gaat op social media rond. De public health instituten moeten daarop vooruit lopen. De SPHA organiseerde de paneldiscussie om het belang van public health bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.